CBG waarschuwde onlangs voor een aanhoudend tekort aan Ozempic, het subcutane preparaat met semaglutide, als gevolg van een snel gestegen vraag. Semaglutide is de laatste tijd veel in het nieuws vanwege off-label gebruik als afslankmiddel. Het CBG waarschuwt om semaglutide niet zonder toezicht van een arts te gebruiken. Het komt vaker voor dat patiënten op eigen initiatief afslankmiddelen zoals semaglutide, maar ook andere middelen gebruiken. En dat is echter niet zonder risico's. Nou, veel van die afslankmiddelen die zijn oorspronkelijk waren die op de legale markt, maar die zijn daar van verdwenen vanwege allerlei bijwerkingen en nare effecten. Vaak op het hart, op bloeddruk, soms ook depressie. Als ze dan naar de illegale markt zijn en daar is geen toezicht van een arts op wie het gebruikt en wat hij precies gebruikt, dan is dat linkersoep. Naast semaglutide was ook het afslankmiddel Iomax opnieuw in het nieuws. Iomax is in Nederland een illegaal product. Nou, Iomax, dat zien we eigenlijk al ruim 5 jaar af en toe eens in het lab opduiken. We hebben een goede relatie met het bijwerkingencentrum LAREP en het Nationaal Vergiftiging Informatiecentrum. En als zij probleemgevallen hebben, dan krijgen wij soms monsters van hun als ze daaraan kunnen komen. En dan gaan we kijken wat zit er dan in. Nou, Iomax komt dus geregeld voor. En ja, daar zitten allerlei stimulerende stoffen in. Amfetamine, methamfetamine, soms cocaïne. In combinatie met cafeïne soms. Allerlei wisselende samenstellingen. De dosis is niet constant. Onzuiverheden. Het is een rommelproduct. De casussen van semaglutide en Iomax maken duidelijk dat het belangrijk is alert te blijven op gebruik van afslankmiddelen. Nou, het belangrijkste is dat artsen en apothekers blijven vragen naar wat heeft u geslikt en waar heeft u het vandaan. En eventueel doorvragen, heeft u het van internet of via social media of van vrienden. Om op die manier helder te krijgen van waar het probleem vandaan komt. Want ik kan me goed voorstellen dat mensen die dit gebruiken het niet willen zeggen. Aan de andere kant, misschien weten ze het ook niet. Want Iomax wordt verkocht als een voedingssupplement. En misschien reken je er wel helemaal niet op. En dan is het aan de zorgverlener om goed door te vragen.